bij een nieuwe video. Ik ben Maxime en om de zondag laat ik een luxe tas zien. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing van de Louis Vuitton Neo Noé in de maat MM. En ik kan niet wachten. Ik wilde deze al zo lang hebben en ik heb hem eindelijk. En ik was dus afgelopen zaterdag in de Louis Vuitton in Rotterdam. En moet je eens kijken. Dit zijn de nieuwe tasjes. Nou, daar kan ik dus echt helemaal enthousiast van worden. De andere kant laten zien. Echt een super grote tas heb ik er ook bij gekregen. Ik ga even de tas op de grond zetten en hem eruit halen. Dan heb ik hier de prachtige doos. Oh, is helemaal verschoven. Hier heb ik de bon in zitten. En dan, nou, is er helemaal een beetje verkreukeld helaas. Maar goed, daar gaan we. Openmaken. En dan ook het kaartje in die... Zelfde stijl. Dat vind ik dus echt fabulous. En een mooi wit lintje. In plaats van altijd de blauwe. Daar is de doos. Nou, weer een prachtige sluiting. En daar zit hij dus in. Uiteraard in een mooie dustbag. En daar is die. Louis Vuitton. Neo Noé. Echt prachtig. Met de kleur karamel. Wordt die genoemd. Dus karamel zit erbij. In plaats van fachetta. Dus dat is ook wat weerbestendiger lijkt me. Binnenkant gelijk even laten zien. Hoe? Licht zoeken. En dat gaat even niet. Er zit een kaartje in met textiel enduit. En aan de binnenkant. Nou, ik probeer echt even. Ik weet niet hoe jullie het goed kunnen zien, jongens. Maar hier zit een hele handige rits in het midden. En als je deze dus dicht doet, zoals je hem aantrekt, dan zie je ook dat je er bijna niet in kan. Dus dat is echt super. Want dan kan er ook niemand in je tas. Oh, wat vind ik deze mooi. Nou, de originele hiervan. Dus de, volgens mij heet die de Noé gewoon. Die is dus ooit ontworpen om champagne in te vervoeren. En als je zou kijken, dan, nou, door het middenvak was het hier waarschijnlijk niet in. Maar in de originele, dus de, of, nou ja, deze is ook origineel. Maar de allereerste die is gemaakt. Daar passen dus 4 flessen champagne in. En in de kleine Nano Noé, die ik dus ook heb. Daar past bijvoorbeeld dus weer dat kleine champagne flesje in. De Piccolo geloof ik, of Piccoli, geen idee hoe het heet. Maar die past daar dus in. Nou, dat vind ik echt, echt heel erg leuk. En zoals je ziet is dit de strap. En de strap hiervan kan dus verlengd worden, zodat je hem crossbody kunt dragen. Dan kan je hem hier losmaken met die drukknoopjes. En dan moet je dat ook aan deze kant doen. En dan zie je eigenlijk dat hij meteen veel langer is. Nou, ik ben 1,60. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar deze is dus voor mij, als ik een crossbody heb, super lang. Ik weet niet of je het kan zien, maar dan hangt hij echt tot onder mijn heup. En dat is dus niet iets hoe ik hem wil gaan dragen. Dus ik ga hem weer even verkorten. Dan wilde ik hem nog even laten zien hoe hij staat als ik hem gewoon over mijn schouders doe. Nog even uitvinden hoe dit werkt. Oh ja, zo. Dan kan je hem dus korter of langer doen. Want je hebt 2 drukknoopjes. Dus daar kan je eigenlijk zelfs voor je schouder kun je hem nog verstellen. En dan staat hij zo. Nou, ik vind deze toch leuk. Echt, oh. Even kijken hoor, want hij... Ja, zo. Dat is beter. Ik vind deze echt super leuk. Ja. Ik weet niet of je het goed kan zien mij hoor. Want het licht wil niet echt meewerken nu. Het is een donkere dag. Maar ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Oh, de details ook op deze tas. Hij staat er middenin. Kun je het zien? Zo wel, denk ik. En dan staat dus aan deze kant Made in Italy. En aan deze kant Louis Vuitton Paris.
echt obsessed met deze tas. Wauw, wat mooi. Dit ook, hoe je dit zo aan kan trekken. Dat hij dan zo wijd open gaat. Oh ja, en de binnenkant is echt een soort van suède-achtig. Echt super zacht. Oh, wat ben ik in mijn nopjes met deze tas. En wat dus ook super leuk is, nog even als extra tip. Je kunt deze strapper dus ook afhalen. Zo. En dan zou je dus een andere strapper aan kunnen doen. Ik heb bijvoorbeeld ook de brede bandoulière strap. En dan hangt die wat korter. Dus voor mij zou die dan wel goed crossbody te dragen zijn. Maar ik denk dat ik deze sowieso gewoon om mijn arm ga dragen. Maar dit is echt dus een mega praktische tas, denk ik zo. Want er past echt veel in. Hij is echt ruim. En ik denk dat ik hier heel veel plezier van ga hebben. Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dat het licht een beetje meewerkte. Want dat, ja, ben ik benieuwd. Dat ga ik zo zien bij het editen. En nou, duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal. En vergeet niet over 2 weken weer klaar te zitten voor een nieuwe video. Thanks voor het kijken. Bye!